Hallo iedereen, goedemorgen. Ik was daarnet getuige van een boeiende gebeurtenis. We zijn aan het wandelen en opeens zie ik in de verte twee konijntjes spelen. Dus ik had zoiets van, het is te hopen dat mijn hondjes ze niet gezien hebben. Ik heb zo een hele scherpe als het op klein wild aankomt, James. En ik zie dat hij ze ziet. Dus ik zeg, James, blijf maar hier. Hè. Uiteraard niet. Dus hij begint te lopen, natuurlijk de rest er ook achter. En nu was het er zo mooi om te zien. Van die twee konijntjes. Dat ene vlucht. Hè, die flight modus. En dat andere, het waren van die bruintjes. Dat ander legt zich heel plat in het gras. Dus je kon het amper nog zien, maar ik had de beweging al gezien. Dus die legt ze heel plat, dus die had in die freeze-modus. En mijn hondjes lopen er pal voorbij. Dus die zijn zodanig getriggerd door dat weglopend konijn. Die gaan daar uiteraard nooit iets aan doen, die kunnen daar ook niet aan. Maar die thrill van die jacht, dat vinden ze ongelooflijk. En dat andere eentje, dus ik hou het even in de gaten, dat blijft heel stil liggen. Dus goed, mijn hondjes die zijn door dolle heen. Die zijn aan het snuffelen. Het konijntje was uiteraard al lang weg. En mijn honden zijn aan de andere kant. En opeens zie ik dat konijntje dat ze in freeze-modus had gerecht, wegspurten. En mijn honden hadden het niet gezien. En dat was zo mooi. En dat is eigenlijk ook wel symbolisch voor onszelf. Sommige situaties hebben ongelooflijk goesting om te vluchten. Om te vechten, om ruzie te maken. Dat is in die instinctieve modi. En in sommige situaties is het ook beter om een keer een afwachtende houding aan te nemen. Zoals dat de konijntje deed. Dus, als ik daarover nadenk, niet alles heeft een reactie nodig. Niet alles heeft een discussie nodig. Niet alles heeft ruzie nodig of wel een gelijk houden. Soms is het ook gewoon oké om te aanvaarden, maar dan diep aanvaarden, niet berusten, maar aanvaarden dat het zo is. En wij worden allemaal wel eens getriggerd. Is het door kritiek van anderen? Is het door feedback die goed bedoeld is, maar die jij als afwijzing bekijkt? Door een verwachting die niet ingelost wordt? Dus allemaal maken we dat wel mee. En dan kan je kiezen. Ga ik daarop in? Ga ik mijn ego laten spreken? Ga ik mij verdedigen? Ga ik ruzie maken? Wil ik gelijk aan? Of soms is het gewoon even oké om te bedanken voor de feedback of wat dat mensen jou geven. Vertellen en het gewoon even laten. Ik ben momenteel mee aan het verdiepen in de Stoïcijn. Ik vind het ongelooflijk boeiend. Marcus Aurelius, Seneca en zo verder. En ik las zo langs een quote van Nietzsche, van Friedrich Nietzsche. En die zei: amor fati, liefde voor het lot. Soms is het echt gewoon oké. Om diep te aanvaarden wat het is. Niet berusten, niet passief worden. Maar weten dat je het niet kan veranderen. Dat je het echt niet kan veranderen. Dan aanvaard je dit. En dan gaat dat lastig zijn. En dat gaat wringen in je hoofd. En je mind, je ego, gaat door allerlei scenario's. En dan op een gegeven moment ga je een bepaalde rust vinden in jezelf. Dat je zegt van, hey, weet je wat, het is oké. Hier kan ik niks aan veranderen, maar echt niks aan veranderen. Hey, want als je iets kan veranderen en je kan in een gezonde dialoog gaan doen. Maar dan is het ook zo. Hey. Als je ontslagen wordt, als jouw partner de relatie wil verbreken, als je kritiek krijgt van familieleden,
vrienden, whatever. Dat gaat knagen. Nee? En dat is die afwijzing die speelt. En dat wil zeggen dat je nog mag groeien in die zelfliefde. En soms ga je onrechtvaardig behandeld worden. En dan kies je van, ga ik daarop in, ga ik mij verdedigen? Of weet je, als jij vindt dat 1 en 1 3 is, is voor mij ook oké. Dus ik zeg niet, berust, laat je doen, laat over je heen lopen. Nee, kies waarin dat je wil meegaan. Kies welke battle je aangaat. En wij zijn gewoon om vanuit onze emoties te reageren. Troebel water mag je eerst even laten rusten. En handel niet altijd vanuit dat instinct, hè, zoals dat konijn. Vluchten, vechten, bevriezen. Handel vanuit de vierde. En dat is vanuit feit, hè, vanuit vertrouwen. Vertrouw erop, vertrouw op jezelf. Vertrouw op jezelf dat je de juiste reactie gaat geven. Vertrouw op jezelf dat het nu even niet moet. En dat je het gewoon even mag laten rusten. Net zoals dat konijn dat in afwachtende modus ging. En pas dan vertrok als mijn hondjes uit de buurt waren. Ik wens jullie een hele fijne dag.